Even een kaartje van Duitsland. Duitsland, dit is het kaartje van Duitsland. Weet iemand hoeveel inwoners Duitsland heeft? 80. Heel goed. Dankzij Oost-Duitsland. Er zijn veel mensen die dat niet weten. Het is de vierde wereldeconomie. Na China, Japan en de VS komt Duitsland. Duitsland is dus de vierde wereldeconomie. Dat ligt mooi naast Nederland. En vanzelfsprekend ben je dan ook de sterkste in Europa qua economie. En ze zijn de sterkste omdat ze de meeste inwoners hebben, 80 miljoen. Frankrijk heeft er 66,5 miljoen. En op plek 3 komt Engeland met 64 miljoen inwoners. Maar ook qua export, qua economie moet ik zeggen, maakt zich gewoon bijna een kwart van de Europese economie uit. En Frankrijk en Engeland komen met 14% op plek 2. Dus het geeft maar aan hoe machtig en krachtig de Duitse economie is. En wij liggen ernaast. Dus ja, dat biedt heel veel kansen. En daarom is Duitsland natuurlijk ook de nummer 1 handelspartner voor Nederland. Een kwart van alle producten die wij in dit land maken, gaat rechtstreeks naar Duitsland toe. Op plek 2 komt België met slechts 10%. Dus dat, ik geef maar even aan wat de verhoudingen zijn. Dat is echt een enorm belangrijk land voor Nederland. Gaat het goed met de Duitse economie, gaat het goed met de Nederlandse economie. En vice versa. Biedt dus enorme kansen. Made in Germany, er zijn een paar kleine deurtjes opgelopen, maar ja. Het is een, maar los daarvan, ja, de verkoop van auto's is gewoon doorgegroeid, hè. Er heeft er geen enkele last van gehad eigenlijk, dus. Maar het is een enorm exporterend land. U heeft allemaal apparaten in huis die uit Duitsland komen, Siemens, maar ook medicijnen, Bayer, Bosch, Siemens, bankensector is heel erg groot en uiteraard de autosector, dat is ongelooflijk. Krachtige en belangrijke sector voor de Duitse economie wereldwijd. Ja. En de VW staat niet bij. Wat zeg je? De VW. Volkswagen. Nee, heb maar eventjes. Audi is ook Volkswagen, hè? Dus. Audi, Porsche, dat is import nat. Dat heb ik maar even erbij gedaan om toch even aan te geven hoe belangrijk Duitsland is voor Nederland. En ja, in Europa maakt Nederland 4,3% van de economie en Duitsland is bijna een kwart. Dus nogmaals even weer de verhouding. Weer een kaartje van Duitsland. Nou, ik weet al natuurlijk, Berlijn is de hoofdstad. Dus ik bedoel verder niet op door te gaan. Schengen Koninkrijk, 14 federale staten, 16 deelstaten. Je kunt het een beetje vergelijken met de Verenigde Staten van de VS. Dat zijn dus 16 deelstaten die allemaal stuk voor stuk heel veel macht hebben als individuele deelstaat. Ze kunnen zelf wetten maken. Bijvoorbeeld onderwijs is in Niedersachsen weer heel anders geregeld dan in Noord-Rijn-Westfalen. Ook de gezondheidszorg, dat bepalen die deelstaten zelf. En dat kwam na de oorlog, kwam de geallieerden wel goed uit. Die zeiden van, we gaan Duitsland zo opbouwen. We willen niet meer dat er heel veel macht bij één. Dus we gaan die macht gewoon verdelen over die 16 deelstaten. En Europa is ontstaan om Duitsland klein te houden, om Duitsland in de tang te houden. Mocht nooit meer zo machtig en zo sterk worden. Vorig jaar had ik een excursie in het Europese parlement. En ik had een hele goede voorlichter. En die vertelde het ook, hè, waarom dat de aanleiding was om Europa te gaan toe groenden. Hè, om dat te ontwikkelen, om Duitsland in de tang te houden. De Fransen en de Engelsen die wilden gewoon Duitsland, wilden ze de baas over zijn. Zeg maar ja, wie is nu de grootste en sterkste? Die maakt eigenlijk toch weer een beetje de dienst uit. Zwaar. Oké, Noord-Rijn-Westfalen. Daar liggen wij naast. Hè? De Achterhoek. De Achterhoek ligt hier, wij liggen dus naast Noord-Rijn-Westfalen. Noord-Rijn-Westfalen is de sterkste en belangrijkste deelstaat van Duitsland. Heeft iemand enig idee hoeveel inwoners Noord-Rijn-Westfalen heeft? 18 miljoen. Meer inwoners dan Nederland. Komt het door het Ruhrgebied? Ja, voornamelijk het Ruhrgebied. Iedereen denkt dat Bayern het sterkste is, maar Bayern heeft alleen maar München. En Noord-Rijn-Westfalen heeft naast München ook Dortmund, Gelsenkirchen, Bonn, Keulen, Düsseldorf. Dus enorme, zeg maar, power gaat daar vanuit. Ook het buurtje naar. Oh, sorry. Ga ik verder. Maar net als wij. Dus deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Ik zoom er even op in. Vijf bezirksregeringen. Dus even samenvatten. Duitsland, Berlijn. 16 deelstaten. Deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft 5 bezirksregeringen. Dat zijn deelregeringen. Kun je een beetje vergelijken met provincies. Niet normaal, maar even voor je gevoel. Vergelijken met provincies. Nou, Noord-Rijn-Westfalen is ook voor Nederland weer een heel belangrijk handelspartner. De meeste export gaat op naar Noord-Rijn-Westfalen toe. De landtaak zit in Düsseldorf. Heel veel mensen denken dat Keulen de belangrijkste stad is van Noord-Rijn-Westfalen. Maar dat is toch echt Düsseldorf. En het zal niet een deugd doen dat
de SPD daar de minister-presidentin levert. Dat is ook typisch Duits. Hannelore Kraft is dat. Wie zien we dat hier? Hannelore Kraft, die is de minister-presidentin. Dat is ook typisch Duits. Vrouwelijke beroepen worden altijd met in. Dus secretarin, minister-presidentin. Dus dat vind ik wel iets hebben. Dat is gewoon. Dat is even een cultuuraanscheiding. Dan straks in Düsseldorf. 5 bezieksverkeringen, zei ik al. Blijven uiteraard met de bezieksverkeringen Münster te maken. En die bezieksverkeringen die zijn weer opgedeeld in kreizen. Kreizen, dat zijn samenwerkingsverbanden van gemeentes. Een beetje vergelijkbaar met de regio Achterhoek, is niet helemaal, maar daar kom ik dadelijk op. Zal ik daar dieper op ingaan. En wij hebben uiteraard het meeste te maken met kreis Borken. Die ligt Achterhoek en wij liggen naast de kreis Borken. Dus nogmaals, Berlijn, Duitsland, Hofstad, 16 deelstaten, 5 bezieksregeringen, kreizen en dan gemeenten. Dus het is nogal hiërarchisch opgebouwd. Dit is de kreis Borken, heeft 360.000 inwoners. En de kreistaak staat in Borken. En als ik daar ben, en toen ik er voor het eerst was bij mijn collega in de kreis Borken, toen zei die Duitse, aber wat, het zijn maar wie veel collega's hebben ze? Ik zeg 15. 15? 15 collega's? Ja, bij een regio Achterhoek hebben we 15 collega's. Hier werken 1000 mensen. Die kruis, zeg maar, die zijn samenwerkingsverband, dus heel veel taken van gemeentes zijn, zeg maar, samengebracht bij die kruis. En dat kan ik hier misschien wel zeggen, wat ik ook wel eens heb ervaren. Niels Joosten is en burgemeester van Doetinchem. Doetinchem is dan automatisch de zetelplaats, zeg maar, van de regio Achterhoek. En Niels is tevens voorzitter van de regio Achterhoek. Dus die heeft nog wel eens af en toe last van die twee petten problematiek. Nou, dit is Keit Zwicker. Die is de landraad en die is gewoon alleen landraad. Heeft dus niks te maken met andere burgemeesters. Heeft maar één belang van de kruis Borken. Er zit daar verder geen politiek? Ja, ze is ook allemaal, dus iedere gemeente heeft dus een heel partijstelsel, zit daar weer omheen. Dus daar hebben ze, in tegenstelling tot de regio Achterhoek, is het niet zeg maar, dat er gemeenteraadsleden in zo'n. Mm-hmm. Maar dat is daar dus wel. Dus ook inderdaad, iedere gemeente levert ook weer het aantal inwoners levert de gemeente ook weer zeg maar, de politieke kleur zeg maar, af. Ja, wordt hij gekozen of aangewezen? Hij wordt gekozen volgens mij. Dat weet ik niet helemaal zeker. Dat is een goede vraag. Moet ik even. Wordt er niet gekozen of wordt dat net als regen getrapt dat je afvaardiging is gestuurd? In dat. Kruis, is dat. Kies je daar ook als inwoner? Van Kruis, dat weet ik niet. Dat durf ik zo niet te zeggen. Zover ben ik er niet ingedoken. Maar het is wel, zeg maar, de politieke partijen zijn dan wel. De burgemeesters worden wel gekozen. En ik weet niet of hij ook wordt gekozen. Het is wel interessant om te weten, omdat we hier de hele tijd zitten met die regio. Ja, van, ja. Dus heb ik hem ook even aan, dat het daar dus echt anders is georganiseerd. En ik wil niet met helemaal de diepte ingaan, maar dat had ik misschien nu wel moeten doen. Maar wat mij wel aanspreekt is dat ik vind persoonlijk dat die kruis wel heel erg slagvaardig is. En wat ook wel goed is dat die kruisdag in Borken zit. En ik weet niet of jullie Borken kennen, dat is een dorpje. Een dorp als Weel, misschien iets groter. En daar staat dus zo'n gebouw waar 1000 mensen werken. En dat is bewust gedaan, want dan kom ik op het volgende. 17 gemeenten. De grootste gemeente is Bocholt. Bocholt is de. Zeg maar verderweg de grootste gemeente van die kruis, Bocholt heeft 70.000 inwoners. Verderweg de grootste. Kronau en even kijken, Aarhus, die hebben er 50.000. Maar Bocholt is verderweg de grootste, 70.000 inwoners. Maar men heeft er bewust voor gekozen om die landstaak, die kruisstaak, sorry, niet in Bocholt neer te zetten, maar in Borken, om die machten wat te spreiden. Dat is ook wel heel veel. Ik vertel het nu heel makkelijk hoor. Ik weet uit verhalen dat het een heel gevecht is geweest. Maar uiteindelijk heeft men er toch voor gekozen om het zo te gaan doen. Dus even nogmaals: Berlijn, deelstaten, bezieksregeringen, kruisen, gemeente. En voor ons is natuurlijk als Achterhoek Bocholt en Kruis. Ja, hier zit Aalten, Winterswijk. Dus Bocholt is voor ons gewoon wel een belangrijke stad.